Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer een keer met een Action Shop blog. En het is natuurlijk al best wel weer een tijd geleden. Volgens mij was mijn laatste Action Shop blog van december. En dit heeft natuurlijk een reden, want ik wil het nog wel even uitleggen. Misschien voor de niet-Nederlandse kijkers. Wij zitten op dit moment in een lockdown. Eigenlijk al vanaf december kunnen wij niet meer bij de niet-essentiële winkels shoppen. Dus eigenlijk zit alles gewoon dicht. Maar sinds kort mogen ze toch op twee manieren weer klanten ontvangen. Bij de Action is dat doordat je fysiek kunt gaan winkelen in de winkel. En op het moment dat ik deze bestelling deed, was dat nog 10 minuten. Vanaf deze week kun je 20 minuten shoppen bij de Action. Maar 10 minuten zag ik gewoon niet zitten. Dat vind ik te stressvol. Dus voor mij was duidelijk dat manier 2 mogelijk zou zijn. En dat was Click & Collect. Click & Collect, dat houdt in dat ze een speciale pagina hebben op de Action site. En dan moet je eventjes een winkel selecteren waar je jouw bestelling zou willen ophalen. En dan kun je eigenlijk je virtuele mandje gaan vullen met producten. Het is niet het hele assortiment wat erop staat. Je kunt niet alles shoppen, maar... Het assortiment wordt wel steeds ruimer. Je moet voor minimaal 15 euro aan producten kopen. En dan gaan ze het voor je klaarzetten. Als je dan je mandje hebt gevuld, dan kun je je producten gaan reserveren. Dan kun je een tijdstip kiezen en een datum waarop je je bestelling wilt ophalen. Krijg je een bevestiging en dan kun je op de dag van je bestelling... hem gaan ophalen. Je moet even de laatste 4 cijfers van je ordernummer geven en dan zoeken ze je bestelling op. Het bij elkaar pakken van de bestelling kost 1 euro, maar hier zit vaak ook een boodschappentas bij. Dus in feite hou je zo'n 40 cent over, zeg maar, wat je dan betaalt. Het is altijd wel eventjes de vraag, als je het komt afhalen, wat zit er wel bij en wat zit er niet bij? Dus je krijgt ook op de website wel een bedrag te zien wat je eventueel zou moeten afrekenen. Maar het kan zijn dat dit minder is omdat niet alles op voorraad is. Ik heb dus gebruik gemaakt van Click & Collect en ik ga je laten zien wat ik daarbij heb gekocht. Helaas was het in mijn geval zo dat er een aantal dingen niet op voorraad zijn. Er is ook één product niet helemaal goed gegaan, maar dat vertel ik je als ik de producten laat zien. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik heb gekocht... met Click & Collect zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal zoals altijd de prijzen weer eventjes in beeld neerzetten, zodat je weet wat iets heeft gekost. Het eerste product wat ik heb, dat zijn nieuwe opzetborsteltjes voor mijn tandenborstel. Ik heb zelf een Oral-B tandenborstel en deze zijn compatible met Oral-B. En hier krijg je 8 borsteltjes en... ja, ik vind deze van de Action eigenlijk prima, want ik ben ook heel eerlijk, ik vind ze van Oral-B gewoon te duur. En ik had er zelf nog maar 2. En ik dacht, oh, ik moet eigenlijk wel weer even nieuwe borsteltjes hebben. Dus ik was heel erg blij dat ik deze kon bestellen. Dus in ieder geval weer eventjes nieuwe borsteltjes, dan kan ik weer eventjes een tijdje vooruit. Je moet ze elke 3 maanden vervangen, staat hier ook op. Dus het is gewoon een heel makkelijk systeem. Je drukt hem gewoon bovenop het... het pinnetje waar je borsteltjes op moet doen. En dan zit die. Dan kun je gewoon prima je tandenborstel. Je mag ze trouwens niet gebruiken voor kinderen die jonger zijn dan 3 jaar. Maar in ieder geval weer eventjes nieuwe tandenborstels. Dan heb ik ook eventjes correction tape rollers gehaald. Ik maak nog wel eens een foutje bijvoorbeeld met het bullet journalen. En toen had ik laatst zoiets. Oh, chips. Mijn Tipex is op en ik heb eigenlijk altijd gewoon die tape rollers omdat ik het makkelijk vind. Dus ik dacht, die moet ik wel echt weer hebben. Uiteindelijk heb ik nog wel 1 rolletje gevonden, maar ze zijn best wel snel, gaan ze leeg. Dus ik vind het altijd wel handig om deze op voorraad te hebben. 5 mm keer 7 meter, dus ja, in ieder geval je krijgt er 2 en je kunt ze weer eventjes gebruiken. Wat ik altijd wel handig vind is dat achterop nog eventjes staat hoe je ze moet gebruiken, want ik doe dat nog wel eens fout. Maar in ieder geval ook weer eventjes tape rollers, dus dan heb ik die ook weer. Dan heb ik een heel groot item en dat is een bestekbak. Ik had een bestekbak en die van mij die was gewoon eigenlijk toe aan vervanging. Dus ik heb nu een nieuwe gekocht en dat is deze. Ik heb een grijze variant.
Deze kun je ook volgens mij uitschuiven. Dus hier kun je dan gewoon lekker je bestek weer in doen. Kijk, je kunt hem hier ook. Dit kun je uitschuiven aan de onderkant. Ik laat hem wel even dicht zitten. Maar ik ga hem in de vlog sowieso nog uitgebreid. Ga ik het dan toch binnenkort even inrichten. Dus dan kun je even zien hoe het eruit ziet als die uit elkaar geschoven is. Maar daar was ik wel heel blij mee. Want die had ik echt heel erg hard nodig. Volgens mij hadden ze geen verschillende varianten. Alleen grijs. En dat vind ik ook prima. Dus in ieder geval deze weer even. Dan kan ik dat ook weer eventjes netjes maken. Bij sommige items trouwens kun je op de website aangeven voor een kleur en een maat. En dat gold ook voor deze. Want ik heb weer eventjes een sport BH gekocht. Ik merk gewoon dat ik deze heel erg fijn vind. Dus ik heb weer even een nieuwe gekocht. Deze is wel ietsjes anders als de andere. Want ik had altijd degene, daar zaten ook cups in. Dat heeft deze niet. Als het goed is, wat ik zo kan zien. Maar ik heb in ieder geval weer even een blauwe sporttop in een maatje M. En ik had ook aangegeven dat ik een blauwe wilde. Want de andere kleuren had ik al. Ik vind het wel leuk om een beetje te variëren. Dus ik heb in ieder geval een blauwe. En ik had er ook gewoon bij gezet. Als er geen blauw is, hoeft hij er niet bij te zitten. En daar hebben ze eigenlijk heel goed naar geluisterd. Ik had ook nog een andere die ik heel graag wilde hebben, maar die hadden ze niet meer. Dus in ieder geval weer eventjes deze blauwe sport op. Dan kan ik in ieder geval weer eventjes vooruit met sporten. Dus dat is wel heel fijn. Nog een item die ik heel hard weer nodig had en dat was het haarmasker. Ik heb altijd de Color Protect Keratin Haarmask en dit is van de This Is It lijn. En dat is deze. Gelukkig was deze nu weer bestelbaar. Hier zit 300 ml in. Deze is wel voor Color Protect. Ik heb natuurlijk op dit moment mijn haar wel weer naar mijn eigen haarkleur geverfd. En ik ga het nu ook niet meer verven. Maar ik dacht, nou, misschien is dan deze nog wel eventjes handig om te halen. Wie weet dat ik in de toekomst wel overstap op eentje die niet meer voor gekleurd haar is. Maar ik ben wel heel blij dat ik deze weer heb. Want ik heb hier al verschillende potten van opgemaakt. En ik vind deze gewoon echt fantastisch. Ik gebruik dit één keer per week en laat het een tijdje intrekken en dan heb ik gewoon heerlijk zacht haar. Je moet hem 1 tot 3 minuten laten intrekken en dan uitspoelen. En hij heeft dus inderdaad echt wel volgekleurd haar. Maar in ieder geval heb ik weer een nieuw masker, dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik hier een setje van Max & Mort. Het is eigenlijk een gift set, maar ik wilde deze al een tijdje hebben. En hier zitten meerdere spulletjes in en ik was heel erg benieuwd naar dit setje. Dus ik zag hem nu weer staan. Ik denk, nou, dan kan ik hem wel bestellen. Er zit een mascara in, een lipstick, een lip pencil en een oogschaduwpalet. Ik zal even het doosje openmaken. Kijk, en dan ziet het er zo uit. Je hebt dus hier een oogschaduwpalet. Hier zit de mascara en dan het lipstick, lippotloodje en het lip penciltje. Heel erg leuk setje. Is inderdaad ook heel erg leuk om cadeau te geven. Maar ik dacht eigenlijk dat het een setje was wat meer verkrijgbaar was tijdens de kerst. Maar ze hadden hem nog steeds. En ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar dit setje. Dus ik heb wel zin om deze ook uit te gaan proberen. Dus die heb ik in ieder geval ook even meegenomen. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel erg fijn. Dan heb ik ook nog een schildersetje gekocht. Een aquarel setje. En ik wil binnenkort, ik heb met Nathalie nog een project, een videoproject, waarin we iets willen gaan maken op schildergebied. En toen dacht ik, misschien is het handig om dit setje alvast te kopen voor als we dat willen gaan doen. En hier zitten dus 16 kleine tubetjes verf in. En wat zit er nog meer in? Oh nee, het is 16-delig, wacht even hoor. Er zitten 12 tubetjes verf in, een potlood en 2 penseeltjes. En je kunt hem ook, omdat het een blikje is, kun je hem, als je hem openmaakt, kun je de achterkant, die kun je dan als dekseltje gebruiken. Dus je kunt hem heel makkelijk opbergen. Maar ik dacht, dan heb ik dit in ieder geval in huis. Misschien hebben we andere dingen nodig, dat weet ik niet. Maar dat kunnen we dan eventjes gaan bekijken. En misschien is het wel leuk als ik zelf ook wat meer met verf zou gaan doen. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb in ieder geval deze eventjes dan alvast voor het project gehaald. Ik weet nog niet wanneer we het project gaan doen, maar dan heb ik hem alvast in huis.
dan heb ik nog een oogschaduwpalette. En je hebt dit palette al eerder kunnen zien, want deze is in 2 kleuren. En dit is de nieuwste kleur. Ik heb eerder al zo'n palette gekocht en dat was met roze kleurtjes. En nu hebben ze de 501 World Sunrise. En dat is deze. Hier zitten 12 kleurtjes in, wat ik heel erg leuk vind. Op de achterkant zie je ook zeg maar de namen van de kleuren staan. Dit sprak me wel aan, deze kleuren. Bij deze heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik deze kleur wilde hebben, want de andere kleur had ik al. Dus zou je geen kleur aangeven, dan krijg je waarschijnlijk een kleur die ze gewoon als eerste voor het oprapen hebben. Dus wil je echt een specifieke kleur, geef het dan ook echt wel aan. Dus dat was deze. En dan ben ik gelijk toe aan het laatste product en dit is dus fout gegaan. Ze hadden nieuwe oogschaduwpalettes en daar was ik heel erg benieuwd naar. Deze zijn van Fab Factory. Daar heb ik al hele goede ervaring mee met eerdere palettes. En ik zag dat ze 2 nieuwe palettes hadden uitgebracht. Dus ik wilde ze allebei hebben, had ik ook aangegeven. Maar het feit is, ik heb 2 dezelfde gekregen. Dus ik ga deze dan nog proberen te ruilen als dat weer mag. Maar in ieder geval heb ik dus hier het Sparkling Bliss palette. En dit is gewoon een oogschaduwpalette met dit soort kleurtjes erin. Ik vind het er fantastisch uitzien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb eerder zo'n palette van Fab Factory uitgetest. En die vond ik gewoon echt fantastisch. De palettes worden zo mooi. En mooie glittertjes erin. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Alleen jammer dus dat het mis was gegaan. Maar goed, die heb ik in ieder geval ook nog kunnen bemachtigen. Dus daar ben ik in ieder geval al wel heel erg blij mee. En alle spullen zaten dus in deze shopper. Deze stond dus zo klaar. Dus die heb ik er dan ook nog eigenlijk een soort van bij gekocht. Dus dat was dan het extraatje wat ik nog had. Maar dat is waarschijnlijk niet heel erg bijzonder. Dan waren dit ook al gelijk weer alle spulletjes die ik heb gekocht. Zoals ik al zei, het is niet zoveel. Normaal ben je gewend van mij dat ik best wel grote shoplogs heb. Maar er waren dus een paar dingen niet op voorraad. Ik had ook nog van die Ult sokken besteld. Die waren er niet. Ik had een cadeautje voor mijn vader besteld. Maar die kleur was er niet. En ik had nog een oogroller besteld. En die was ook al op. Dus zo zie je dat niet alles op voorraad is. Ik baal nog steeds een beetje van het oogschaduwpaletten. Maar goed, ik weet wel dat je het kunt gaan ruilen als het zover komt. Maar ik had toch ook heel graag de andere variant gehad. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, mijn ervaring op zich was het... op zich eventjes op de puntjes na die dan mis zijn gegaan... is het verder wel een positieve ervaring geweest. Ik moet ook zeggen, mijn afspraak kon heel snel... Ik heb op woensdag besteld en ik kon het de donderdag al ophalen. Dit varieert denk ik wel per actiefiliaal. De een kan het wel en bij de ander kan het niet. Maar op zich heb ik het wel als positief ervaren. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn dat ik er ook alweer naar verlang om gewoon echt lekker die action in te lopen en lekker te kunnen snuffelen. Maar goed, dat is gewoon nog even geduld hebben. Ik ben in ieder geval wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Heb je misschien zelf al gebruik gemaakt van de Click & Collect? Of ben je misschien zelf al wezen shoppen? Ben ik ook wel heel erg benieuwd naar jouw ervaring daarmee. Want ik twijfel wel heel erg of ik dat misschien nu toch een keer wil gaan doen nu het 20 minuten is. Om daar toch over na te denken om het dan alsnog een keertje te doen dat ik echt de winkel in kan. Maar... ja, dat ligt er even aan wat de ervaringen van mensen zijn. 10 minuten was voor mij sowieso nat dan. Maar 20 minuten denk ik nog, nou dat moet wel te lukken zijn. Ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien, ondanks dat het niet super veel was. Vond je deze video leuk, doe dan gewoon even je duimpje omhoog. Want dat zou ik heel leuk vinden. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, dan kun je op de rode button drukken. En daarnaast staat ook een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!